Goedemorgen. Het is wel morgen. Daar was ik weer. Ja. Ja, het is nog morgen. Daar was ik weer. Zorg via de tablet, oftewel beeldzorg. Dat is sinds deze maand een vast zorgonderdeel van zorgorganisatie Waardenburg in Sliedrecht. Een van de cliënten waaraan beeldzorg wordt verleend is Ans Duizenstra uit Papendrecht, vanwege suikerziekte. Dat mijn suiker nog wel eens op en neer gaat. Okay. En omdat ik nu alleen ben, ja, is het belangrijk dat iemand heeft die het kan meekijken. Ter controle dus. En deze manier van zorg brengt nog wel wat voordelen met zich mee. De cliënten zijn veel meer in regie. Daardoor hebben ze ook veel meer zelfvertrouwen. Beeldzorg is ook flexibel. De cliënten kunnen hun compaan meenemen naar de camping of naar andere plekken. Dan weet ik in ieder geval dat alles goed gaat. Dat is het. En ik heb nog eens vaak gehad dat ik in één keer inzak. Dus dat ik wel eens een hypo heb gehad. Een stuk soort dingen. Ans heeft dus alles zelf in de hand. En bij de hand. Het dagelijkse rondje insuline spuiten kan op deze manier zonder medewerker bij haar thuis. Even wachten op een groen sein. Ja, eindelijk. En hij is groen. Dat is helemaal geweldig. En een korte check. Ja, zo zie ik hem. Ja, 6. Helemaal nee, goed. Dat is goed. En dan mag de insuline worden toegediend. Maar krijgen de cliënten dan alleen nog zorg via een schermpje? Nee, zeker niet. We komen nog steeds op locatie langs bij de cliënten. Maar we kijken naar cliënten waarbij we fysiek ingrijpen niet nodig is en die mondeling op afstand te begeleiden zijn. Daarbij gaan we beeldzorg geven. De vraag naar zorg neemt al jaren toe door vergrijzing. En die groei zet de komende jaren door. Door de inzet van beeldzorg kan er meer met minder zorgpersoneel. Maar bij nieuwigheden komen natuurlijk ook de nodige obstakels kijken. Ja, soms laat de techniek ons in de steek, maar dan bellen we opnieuw in en dan is het meestal wel allemaal goed. En met beeldbellen kun je niet al je zintuigen gebruiken. Normaal als je bij iemand binnenkomt, dan kun je kijken naar de omgeving of er rommel is, of je bepaalde zaken ruikt en dat heb je nu niet. Dus het is meer verbaal en doorvragen aan de cliënt. En er is ook aandacht voor het persoonlijke stukje zorg. Ja, boodschappen doen. Ja, is vanmorgen niet van gekomen. Mensen ervaren het wel dat je echt de tijd daarvoor hebt als je achter het beeld zit. Ja. Anders als je binnenkomt zeggen ze wel, je bent wel druk zeker. Ja. En dat hoor je hier eigenlijk helemaal niet. Ja, oké. Okay. Tot volgende keer. Ja, is goed hoor. Doei. Doeg.